TV2 om 11 uur. Op een natte donderdagochtend in juni begint het Nederlands elftal aan een lange reis. De spelers worden pas een maand later terugverwacht. Het wereldkampioenschap voetbal in Frankrijk is begonnen. En Oranje is, per traditie, vooral in eigen land een favoriet. De vlucht naar Parijs wordt enigszins vertraagd. Twee spelers zijn laat. Wacht nu op Edgar Davids en Winston van Garden. Het vlieg was eigenlijk 8:30 weggaan, maar kan het nog wel nu? Helaas, we halen het niet meer. We hebben ze om laten roepen en ze komen ieder moment komen ze hier aan. Edgar Davids heeft 2 jaar ontbroken in Oranje. Die paar minuten kunnen er ook nog wel bij. Hij is de laatste man die instapt. Het Nederlands elftal komt aan waar het een maand later wil vertrekken, in Parijs. De bondscoach weet dat deze groep heel ver kan komen. Sinds wanneer? Na 1-2 wedstrijden in de kwalificatie, 96. Dat is vrij vroeg. Omdat we natuurlijk augustus 96 ben je eigenlijk begonnen met het doel te zetten op 12 juli. En heb ik exact op 12 juli het doel gezet, Parijs. En daar zijn we eigenlijk de kwalificatieronde al mee ingegaan. De wedstrijd tegen Brazilië in Amsterdam. Daar heb ik duidelijk hoe je het ook zegt, de normen, de waarden, de principes, de regels neergelegd. En daar heeft iedereen zich in kunnen vinden. Of niet, en die dat niet kon, helaas. En toen zijn we begonnen tegen België-Wales, die wedstrijd in de eerste fase. Nou, toen had ik het gevoel van, hé, deze ploeg kan veel. Op de avond van 9 juni is er een promenade van megapoppen op de boulevards van Parijs. Het is de dag voor het begin van het toernooi om de wereldbeker. 32 landen doen mee. De opening is in het nieuwe Stade de France. En Jacques Chirac mag zeggen dat de Coupe du Monde van start is gegaan. Je déclare ouverte la 16e Coupe du Monde de football en France. De gedoodverfde ster van dit wereldkampioenschap is Ronaldo. De Braziliaan moet er, bij afwezigheid van Romario, voor zorgen dat Brazilië wereldkampioen blijft. En de coach, Mario Zagallo, gelooft daar ook in. Brazilië opent tegen Schotland en de start is een droom. César Sampaio scoort in de eerste minuten. Ronaldo demonstreert, bij vlagen, zijn unieke talent. De Schotten, zwaar underdog, maken gelijk door een penalty van Gallagher. De Tartan Army wordt gek. Een verrassing hangt in de lucht. Toch zal Brazilië winnen. De Schot Boyd werkt de bal in eigen doel. Cafu claimt de goal. De schlemiel van Schotland is Boyd. Brazilië begint met een overwinning. Ronaldo, mag je eens vragen in Nederland? Eén vraag in het Nederlands. Het was je eerste wereldkampioenschapswedstrijd. Hoe is die gegaan volgens jou? Het was een moeilijke wedstrijd. Maar heb ik gewonnen en dat is belangrijk. De eerste wedstrijd van Oranje is pas 3 dagen later, ook in Parijs, tegen België. De spelers bereiden zich voor in Versailles. Het zorgenkind is Dennis Bergkamp. Hij is al wekenlang geblesseerd. Nou, de gedachte is op het moment dat ik, dat ik fit wil zijn. Dat ben ik ben nagenoeg fit. Dus dat denk ik niet dat je, of in ieder geval niet de volledige wedstrijd kan spelen. Daarom gaat Jerel Hasselbank zijn debuut maken op het WK. De spits van Leeds United was een verrassing in de selectie. Edgar Davids, in 96 weggestuurd door de bondscoach. Nu mogelijk een sleutelspeler. Davids zwijgt, Stam spreekt. Is 3-0 voor Nederland een uitslag?
Wat kan? Na 1-0 ben ik ook blij. De Belgen vinden het allemaal wel best. Zij koesteren zich in hun favoriete rol van underdog. Niels en Van der Elst lachen vriendelijk. En dat doet ook de bondscoach der Belgen, Georges Lekens. Je hebt weer die glimlach, hè? heb je het Hiddink horen zeggen? Van Lekens is weer bijzonder handig. Zichzelf en zijn team in de rol van underdog aan het manoeuvreren. En hij doet dat goed, behalve die glimlach. Die glimlach die verraadt dat het niet gemeend is. Guus, ik meen het, jongen. Allee. Bedankt. Parijs, 13 juni. De derby der lage landen. Het Stade de France is tot de laatste plaats bezet voor Oranje, Koeman en Rijkaard. Zij waren ooit Europees kampioen. Het Oranje nummer 10. Gerald Hasselbaink, 2 maanden eerder nog geen international. Patrick Kluivert, ook zijn eerste WK, wil de wereld de voetballer Kluivert laten zien. En bondscoach Hiddink, ook gespannen. 2 jaar toegewerkt naar dit toernooi. Winter met ruimte voor zich. Ronald de Boer speelt nu vanaf rechts in deze fase. Hasselbaink, goed gedaan. En uit tweede lijn nog eens een schot. Winter. Hoekschop de Boer. Keeper zat er niet goed bij. Bal van de lijn gekopt door de Vlaanderen. Oliveira. Niels. En het is Zeedorf die de pineut is en Hasselbaink. Een begrijpelijke beslissing van Hiddink. Die ongetwijfeld Overmars naar rechts zal brengen en Sende aan zijn vertrouwde kant zal laten spelen. Kluivert, Sende, niet buitenspel nu, Sende en Bergkamp. De kansen komen er nu. En wat dan? Dan heeft Kluivert iets gedaan in de ogen van de grensrechter, iets doms gedaan, want Colina gaat rood trekken voor Patrick Kluivert voor een elleboogstoot op advies van de grensrechter. Het is het eerste directe rood voor Patrick Kluivert die zich vergeten moet hebben. Na dit duel. De aangeboden hand geweigerd. Ruziend met Stalens. Het is het eerste directe rood van dit toernooi voor Patrick Kluivert. Hier nog steeds in gesprek met Stalens. Die wel heel makkelijk gaat liggen na dit contact. Maar Patrick Kluivert is niet slim en dupeert daarmee het Nederlands elftal. Jong. En de bal van de lijn gehaald. De inzet van Cocu. En nog eens Stam. Het mag blijkbaar ook niet zo zijn. Het is weer de Vlaanderen die ten tweede malen in deze wedstrijd zijn doelman assistentie biedt. Echt erg is 0-0 niet. Een tegenvaller is het zeker. En een meevaller voor de Belgen heeft Nederland mede gedupeerd in deze wedstrijd. En mogelijk ook voor het vervolg moeten blijven bij het Nederlands elftal. De kop van het WK is eraf. Nederland-België 0-0. Voor hun was het gewoon een overwinning, dat zag je. Ja, we waren denk ik ook wel de favoriet van tevoren. Maar het is geen man overboord. Ik bedoel,
We hebben nog twee wedstrijden. Patrick, Patrick, alles is voorbij. Alles is voorbij. Alles is voorbij. Voorbij is het nog niet voor Kluivert, maar hij is wel de twee eerstvolgende duels geschorst. De meeste spelers zijn ontspannen, relaxed. Kluivert ziet een nieuw drama voor ogen. Ik zit nu te trainen met een gevoel van... Ja, ik weet niet hoe ik het uit moet leggen. Alle momenten is terug? Ja, hij maakt een overtreding op me. En toen liep hij weg en toen... Ik kan het nu eigenlijk niet echt meer goed voor me halen. En toen liep hij weg en toen zei hij gewoon iets tegen wat me echt gewoon diep raakte. En wat? Dat hoeft niet naar voren gebracht te worden. Iets heel grofs. Iets heel grofs. Kijk, en het zegt toch genoeg als hij dat niet eens voor jullie wil zeggen. Nou, jij kan dat toch zeggen? Nee, dat hoeft niet. Het is gewoon iets heel grofs. Wat me gewoon diep heeft geraakt. Het Nederlands elftal vliegt een dag na het duel met België van Parijs naar de Côte d'Azur. Dit is vanaf nu de uitvalsbasis van Oranje. De spelers trainen op het sportcomplex van AS Monaco in La Turbie, vlakbij Monaco. Het thuisfront ervaart de 0-0 van de eerste wedstrijd tegen België als een sof. Oranje traint, zorgeloos, fel, ontspannen, geconcentreerd. Edwin van der Sar. De rotswand is hoog. Wie krijgt de bal als eerste over de rand? Daarop worden weddenschappen afgesloten. Over dit wordt er dan wel eens een in het goede, in het leuke een flesje wijn tegenaan gezet. Dat is na de training. De training zelf heeft er niks meer mee te maken. Maar dokter Kessel wil het niet meer hebben vanwege blessuregevaar. Bergkamp is nog altijd niet terug op 100% na zijn blessure. Hij krijgt extra trainingen. Voor het duel met Zuid-Korea lijkt Edgar Davids te worden ingezet. En Clarence Seedorf zal moeten beginnen als reserve. Een van de charmes van het wereldkampioenschap voetbal is dat je nieuwe dingen ziet. Dit zijn de Zuid-Koreanen tijdens hun training. Het ziet er een beetje raar uit. Maar wat zullen de kijkers in Seoul denken bij het zien van deze beelden? De Nederlandse supporters zijn luidruchtig, niet kwaadaardig. Niettemin, in alle steden waar gevoetbald wordt, is een tijdelijke drooglegging van kracht. We zijn in Marseille. De nare smaak van het duel met de Belgen kan niet worden weggespoeld met drank. Wat nodig is, is een klinkend resultaat. We kunnen zeggen, België 0-0, daar waren we zelf niet tevreden mee. Wij wilden meer, we willen meer. En er staan nu 1, 2, 3 andere jongens in en die moeten nu hun kans pakken. Tegen Zuid-Korea in het Stade Vélodrome van Marseille. Edgar Davids is nu terug in Oranje. Gewoon weer vanaf nul beginnen. Positief. Pep talk. Op de reservebank, de geschorste Kluivert en de gepasseerde Seedorf. Moet je ze aanvallen? In het hart van de verdediging zijn ze kwetsbaar toch? Boer en Bergkamp deden het voorwerk. Twee man trekt mee met Bergkamp en Cocu profiteert daar optimaal van. Jonk, Overmars. Krijgt op visite Tje. En die speelt hij dan eenvoudig uit. En dan had hij kunnen afspelen aan Bergkamp om die het te laten doen. Maar hij kiest ervoor. En gelijk heeft hij om zelf te scoren. De 34e van Dennis Bergkamp. Nog even meneer Faas Wilkes. En hij heeft u te pakken.
3-0 voor Nederland. 3-0. De vis is op het droog. Nu moet die vis ook maar meteen op de barbecue. Bij Nederland wordt nu gewisseld. Dennis Bergkamp zal die 35e vanavond niet maken. Faas Wilkens kan gerust gaan slapen. Daar is Pierre van Hooijdonk. Dat is een wissel die ik toejuich in deze fase van de wedstrijd zeker. Opleveren nu de Koreanen zo vermoeid zijn en ook toch nog zo vooruit blijven voetballen. En dus zoveel ruimte geven, daar is hij! Pierre van Hooijdonk heeft niet veel tijd nodig hoor. Anderhalve minuut. En die Lange zegt, kom maar hier met die bal, die kop ik binnen. En hij is dankbaar. Dit is de dank van de superinvaller. Ik zal hier toch wat minder de pest over in hebben over deze wedstrijd. Waarin hij zo lang als een gevangene rondliep aan de rechterkant. Maar nu Korea bond en drie minuten die werden aangegeven door de vierde man. Nederland wint met cijfers die indruk zullen maken. Want 5-0 op een wereldkampioenschap is geen dagelijkse kost. En Marseille behoort vanavond Nederland toe. Marseille is een Nederlandse enclave en het zal hier nog lang heel onrustig blijven. Is dat het lekkerste moment, niet dat die bal het doel ingaat, maar op het moment dat je pats op je voorhoofd hebt, dan weet je dat hij erin zit? Ja, maar dat gevoel heb ik ook wel eens gehad en dan deed ik mijn ogen weer open en dan waren ze nog aan het voetballen. Dus het beste moment blijft toch die bal tegen de net aan zien gaan, maar ja, als je die woorden ziet komen, dan krijg je wel een heel prettig gevoel. Eén gendarme ziet in de diepte de training van het Nederlands elftal in La Turbie. De bondscoach moet ook werken. Er mag ondanks de euforie niet worden verslapt. En Clarence Seedorf, de nummer 10, reserve tegen de Koreanen, krijgt te horen wat vanaf nu zijn rol zal zijn. Zijn rol is dat hij zich sterk moet maken voor de twee centrale middenveldposities. En de rechterflank is wat u betreft nu helemaal passé? In principe wel, ja. Dan volgt de verplaatsing naar Saint-Étienne in het midden van Frankrijk. Het is er warmer dan aan de Côte d'Azur. Wim Jonk heeft een dag eerder te horen gekregen dat zijn beste vriend bij een verkeersongeluk is overleden. Jonk wikt en blijft bij de groep. Het stadion van Saint-Étienne. Oranje traint er 's middags, 24 uur voor het duel met Mexico. Het is er erg warm, zeker 35 graden. Het zal de wedstrijd worden waarin Winston Bogarde 20 minuten gaat spelen. Naar pas later blijkt zijn eerste en enig optreden op het WK. De Mexicanen worden natuurlijk niet onderschat, maar moeten, zo oordeelt de gemiddelde Oranje-fan, toch wel verslagen kunnen worden. Saint-Étienne, op de dag van de wedstrijd. Heel veel Oranje met hier en daar een Mexicaans olé. De reserves Zenden en Van Hooijdonk zijn ontspannen. Bogarde denkt en Van Bronckhorst kust de kijker. Davids is weer Davids. Reiziger. Lastige stuit. Jonk. Lastige stuit opnieuw. Campos voor de eerste keer. Ronald de Boer. Bergkamp kan. Goed aangehouden. Goed doorgegeven. Cocu en de kans. Cocu. En het doelpunt. En weer is hij het. Die het eerste doelpunt maakt. En natuurlijk. Altijd is dat de belangrijkste treffer. Wat een combinatie met Bergkamp. Zoals Bergkamp de bal goed aannam. Gelijk onder controle had en kon geven. En toen was het een kwestie van wegsturen van Cocu. En die is kil als een echte spits, zo blijkt. Frank de Boer en Van der Sar aan de andere kant. De Boer. De andere die er ook nog is. Jonk. Cocu.
Donald de Boer. Dat zit er dan weer in. Dat is dan weer raak. Wat een verwarring daarachter bij Mexico. En wat een gelukkige de Boer die maar doorging. En die zich manoeuvreerde naar een steeds prettigere plaats. Via de band helemaal raak. Tegendraads. En zo leidt Nederland met 2-0. Want individueel is het toch wel erg veel klasse. En dan is dat toch een horizonte eerste helft voor het Nederlands elftal geworden. Met een 2-0 voorsprong. Ook al moet worden gewezen op de veerkracht van de Mexicanen. Jonkan. Overmars ineens goed gegeven. Overmars dankzij Cocu. En Overmars. Oh, oh, oh. Ja, ja. Je denkt het loopt allemaal zoals het hoort. En het zit nog een mooi tikkie bij ook, maar het is naast. Cocu moest wegtrekken, mannetje meekrijgen. Dan kwam Numan vrij. Daar wachtte Jonk op. Cocu, Bergkamp. Bergkamp, Cocu doet dan zelf maar weer. Op de lat. Tjonge jonge, wat speelt hier een belangrijke rol. Dat is toch de absolute vondst in dit Nederlands elftal. Carmona. Blanco. Velaez, corner. En nogmaals. Mexico scoorde tegen België na rust tweemaal. Daar is het doelpunt. Het doelpunt komt op naam van Blanco of van Peláez. Peláez juicht. Blanco laat het daar voorbij gaan. Zet eigenlijk gewoon handig de voet dwars bij Bogarde. En Peláez krijgt het doelpunt op zijn naam vanwege veraf inkop. Dus Hiddink. Ja, tevreden over een deel van de partij. Zeer tevreden over het resultaat van de wedstrijden in de groep. Hernández toch 2-2. En Mexico pakt het gelijke spel. En Nederland krijgt toch een tik voor de neus. De extra speeltijd is ruim. Maar de hele tweede helft bevat die waarschuwing. En dit toernooi bestaat uit meer dan uit makkelijk, goed, fijn, lekker voetbal. Nederland eerst in de groep. 2-2 tegen Mexico. Mexico na een goede tweede helft op eigen kracht door naar de volgende ronde. België 1-1 gebleven, daar afgelopen. Dus is er uitgeknikkerd. En wat blijft er over? Wel, nou ja, gewoon toch de tevredenheid. Omdat er in deze groep natuurlijk zeer veel voldoende punten zijn gehaald. En het spel mogelijkheden biedt voor een rol in dit toernooi. De Mexicanen hebben gevochten voor wat ze waard waren en het werd nog beloond. We hebben het op het laatst weggegeven. We moeten onszelf niet in de put praten, we hebben de tweede ronde, maar we moeten wel realistisch zijn waar we deze wedstrijd weggegeven hebben. Ja, het positieve eruit proberen te halen, niet in een domper laten omzetten. Nee, natuurlijk niet, dat niet. Maar daarom is er ook geen euforiestemming, niet vooraf, ook niet achteraf in deze ploeg, omdat niemand is tevreden daar. Dus het is niet zo dat daar een verkeerde arrogantie zit. Er zijn, ondanks de inzet van een enorm politieleger in Frankrijk, rellen tijdens het wereldkampioenschap voetbal. Het zijn vooral Engelsen en Duitsers die aan het vechten en vernielen slaan. Een Franse agent wordt in Lens door een Duitser zo hard op het hoofd geslagen dat hij in een coma raakt waaruit hij pas maanden later zal ontwaken. De Duitse voetbalbond overweegt haar nationale elftal naar huis te sturen. Duitsland blijft. Aan de Méditerranée in Marseille begint het toernooi voor de Fransen. Hun ster is Zinedine Zidane, een van origine Algerijn die in Marseille opgroeide. Zidane, Zizou voor zijn fans, is zeer gespannen voor Frankrijk's opening tegen Zuid-Afrika. Uit een corner van Zidane scoort Dugarry. Frankrijk wint met 3-0. De Fransen winnen ook hun tweede duel in Parijs. Saoedi-Arabië wordt met 4-0 verslagen, maar de ster van Zidane verbleekt. Hij verliest zichzelf en trapt een Saoedi. De scheidsrechter heeft het gezien en stuurt Zidane weg. Twee wedstrijden schorsing. Zijn WK lijkt nu al voorbij. Spanje-Bulgarije is een bizarre wedstrijd uit de eerste ronde.
De Spanjaarden boeken de grootste overwinning van het toernooi. Ze winnen met 6-1. Toch zijn ze uitgeschakeld. Nigeria en Paraguay gaan door. Spanje, een favoriet, mag naar huis. Italië-Chili, een clash in Bordeaux. Italië begint goed. Baggio brengt met een vloeiende beweging Vieri in stelling. En Vieri scoort, ook in one touch. Het zal uiteindelijk 2-2 worden. De Chilenen hebben een levensgevaarlijk spitsenduo. Salas en Zamorano. Italië en Chili gaan allebei door naar de volgende ronde. Engeland-Colombia in Lens. Engeland wint. David Beckham scoort uit een spicy free kick. Eindstand 2-0. Engeland naar de volgende ronde. De tranen van de Colombiaanse doelman Mondragon maken veel los in Bogota. Yo siento esa derrota, quiero mandarle un beso grandísimo a Farid Mondragón y que realmente lo adoro. Y que lo siento muchísimo por haber perdido, en serio. Me duele porque yo sé lo que es perder, me duele. Argentinië is een echte favoriet. In Toulouse winnen de Zuid-Amerikanen met 1-0 van Japan. De Golden Boy van Florence, Batistuta, scoort op technisch zeer begaafde wijze. Drama in Saint-Étienne. Marokko verslaat Schotland met 3-0. Dat zou voldoende moeten zijn voor de volgende ronde. Maar omdat op datzelfde moment in Marseille Noorwegen Brazilië verslaat in de laatste minuut, gaan de Nooren door. De frustratie en het verdriet zijn groot bij de Marokkanen. Een politiek beladen duel in Lyon. De Verenigde Staten tegen Iran. Er zijn wederzijdse bloemen en vriendelijke handdrukken vooraf. De wedstrijd is min of meer een gewone wedstrijd. De dwerg wint wel van de reus. Iran verslaat Amerika met 2-1. Een historische dag in de geschiedenis van Iran. De Duitse Lothar Matthäus evenaart in Frankrijk een record van de Mexicaanse keeper Carvajal. De 37-jarige Matthäus mag invallen. En dan is hij voor de vijfde keer actief op een wereldkampioenschap voetbal. Duitsland heeft toch al een oude ploeg en die lijkt te worden opgerold door Joegoslavië. De Joegoslaven komen met 2-0 voor. Maar de Duitsers slaan, wie immer, in de slotfase terug. Het wordt nog 2-2. Oliver Bierhoff, de man die Duitsland al Europees kampioen maakte, scoort in een voor hem kenmerkende stijl. De oranjekoorts die in Nederland heerst, gaat aan Rock Brun voorbij. Af en toe dringt er iets van door in het Hotel van Oranje. Ik ben herboren, zie ik. De geboorte van onze zoon. Nee, er heeft mij straks iemand gevraagd om hier even iets aan toe te voegen. Er is iemand geboren die de naam Guus heeft. Nou, wij hebben bijgeschreven een heel fijn leven gewenst. Ik begrijp dat als we nog 4 wedstrijden winnen, dat iedereen Guus wil gaan heten? Nou, ik zou het ze niet aanraden. Clarence Seedorf is zeer gedreven. Hij zal weer spelen in de basis in de 8e finales tegen Joegoslavië. Die tegenstander wordt bepaald niet onderschat. De sterkte-zwakte analyse van Joegoslavië volgens Hiddink. Technisch begaafd, tactisch sterk. Maar die hebben uiteraard ook hun zwakke kanten. Welke? Ja, je moet ze proberen ook mentaal te raken door ze veel werk te laten opknappen. En dat betekent dat je ook weer goed zal moeten spelen. In je initiatief, in je positiespel. Maar ook dat positiespel zal ook gevaarlijk moeten zijn naar voren toe. De Joegoslaven. Technisch zeer vaardig, geslepen en sluw. Eén speler is heel bekend in Nederland. De voormalige PSV'er Petrovic. Dit duel komt te vroeg, vindt hij. Jammer dat de twee mooiste ploegen op de WK na de Brazil, dat moet één maandag uitschakelen. Vind je dat echt, de twee mooiste ploegen Nederland en Joegoslavië? Twee mooiste ploegen. Twee ploegen die spelen mooiste voetbal op de WK, zeker. De Joegoslaven weten dat Oranje sterk is. Maar de coach, Santrac, kent ook de kracht van zijn eigen team. De supervisor van de Joegoslaven is de voormalige coach van ADO en Feyenoord, Vujadin Boskov. Ook montagabend, we kunnen drinken een glas champagne, na dem spiel tegen Holland. Dank je wel. Er is een sofa. Toulouse heet de roze stad. Maar niet op de dag van Nederland-Joegoslavië. Dan is het anders dan anders.
Nederland-Joegoslavië. Een achtste finale wedstrijd om het wereldkampioenschap voetbal. Weer een geweldig oranje legioen. Seedorf terug in de basis. Hiddink heeft zijn werk gedaan. Nu is het aan de spelers. De rol van Davids is belangrijk. Dit wordt de wedstrijd van Davids. Langzaam schuift Oranje op. Alles op de helft nu van de Joegoslaven, maar die hebben daar geen probleem mee. Bergkamp wint. Daar komt Ronald de Boer. Dat is een moeilijke bal, die speelt hij goed, zeg op Koku ineens. En paniek bij Djorovic. Bergkamp. Bergkamp schiet ineens. Daar had Kralj niet op gerekend. Stam kijkt en dan maar weer, toch maar weer breed. Niet aan het risico. De Boer bij die plotselinge demarrage. Twee man kwijt. En nu Koku. En daar is Seedorf. En die raakt hem met links, maar net niet lekker genoeg. Maar zo moet het dus wel. Daar gaat Bergkamp. Daar gaat Bergkamp, die zet een goed blok. Daar gaat Bergkamp. En een blunder van Kralj. Het is 1-0 voor Nederland. Eigenlijk zijn eerste geslaagde actie, maar daar wordt de spits op beoordeeld. Het maakt niet uit hoe je verder speelt. Dit is hem, Bergkamp. Belangrijk moment, 37e minuut. De lange bal van Frank de Boer. En Bergkamp die zijn lichaam er goed inzet. Hij wordt aan de verkeerde kant verdedigd. Dat is dom wat Mirkovic daar doet. En het is een blunder van Kral, dat is niet anders. Dit is een evenaring van het record van Vaas Wilkes. Daar heeft hij lang op gewacht. 35 goals. En dit is hem dan. Mijatović. Flink, steviger in. Reiziger. De scheidsrechter stak zijn hand op. Een indirecte vrije trap is dit dus. En daar is het 1-1. Door Kolomjenović. De spelhervattingen zijn gevaarlijk van de Joegoslaven. Dat wist Nederland. En toch laat het Kolomjenović bij de tweede paal vrij. Hoe kan zoiets nou? Hoe verwerkt het Nederlands elftal deze tegenslag? Jugovic met Stam. Een penalty geeft hij. Hij geeft een pingel tegen Stam. Stam die Jugovic vastgepakt zou hebben. En laten we eens kijken of dat zo is. Ja, dat is zo. Hij pakt hem aan zijn shirt. Mijatović zelf. Hij scoort niet, onderkant lat. En wat gebeurt daar, rechts? Waar Bergkamp vol op het lichaam trapt van Mihailovic. De assistent scheidsrechter heeft de vlag omhoog gestoken. Bergkamp krijgt niks. Daar ontsnapt Bergkamp. De Boer. Goeie bal. Goeie bal, de Boer! Ho, ho! Wat scheelde dat weinig, Koku. Bergkamp. 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 En Koku. Hij heeft afgefloten, de scheidsrechter. De goal telt niet. Gevaarlijk spel van Bergkamp. Nou, het kan dus nog in de extra tijd. Een hele korte corner op Overmars. En een schot. Ho, wat heeft Nederland daar pech. En wat komen de Joegoslaven daar goed weg. Weer een corner. Davids. Davids. Ja! Davids. Hij heeft nog nooit gescoord voor het Nederlands elftal. Dit is zijn eerste oranje goal. En hij verdient hem. Edgar Davids schiet Nederland naar de kwartfinale. Ho, ho, wat een ontlading. Wat een moment. Een geweldige beuk. Wat een venijn in de lange hoek. Edgar Davids. Garcia Arande.
Waarom fluit je niet voor het einde? En daar is het laatste fluitsignaal. En daar is de winst van Oranje. En eerlijk is eerlijk, het Nederlands elftal heeft gespeeld om te winnen. Alles en iedereen omhelst elkaar. De kwartfinales zijn bereikt. Polonaise in Toulouse. En de mooiste omhelzing komt aan het eind. 2 jaar na de clash in Londen. Hiddink en Davids. Davids straalt en verbreekt het stilzwijgen. In principe, dan zie je alles door je heen gaan en ik vond het echt fantastisch. Want ik had overal kramp. Maar ja, ik bedoel, als je net hoorde dat het Nederlands publiek gewoon begon te zingen. En weet je zag gewoon het hele stadion was bijna oranje. Dan denk je wel zo van, goh, ze zijn er allemaal wel en ze staan helemaal achter het Nederlands elftal. Dat geeft je ook en gaf ons ook een opkikker. Eén omhelzing is te hevig, die van Bogarde en Van der Sar. De keeper stompt zich los. Nou, ik kreeg geen lucht meer, dus ja, dan doe je toch wat. Maar ik vind het heel overdreven allemaal om van alle journalisten dit ook te schrijven, de pers alweer. Om dan gelijk weer achter te gaan zoeken of zo. Gewoon op het moment wat gebeurt en klaar. Er is niks aan de hand. Er is van alles aan de hand met Zidane. Hij is geschorst als Frankrijk in de tweede ronde speelt tegen Paraguay. Frankrijk scoort niet. Uitschakeling dreigt. Pas in de laatste minuut van de... Brazilië-Chili in het Parc des Princes in Parijs. De Brazilianen winnen met 4-1 en zijn kwartfinalist. Brazilië lacht. Kroatië deint als haar nationale ploeg wint van de Roemenen in een overigens draak van een wedstrijd. Davor Suker maakt de enige goal uit een penalty. Een fantastische wedstrijd uit de achtste finales wordt Engeland-Argentinië in Saint-Étienne. De Argentijnen zijn zwaar favoriet, een slijtageslag. Beckham maakt een natrappende beweging onder het oog van de scheidsrechter. Rood, Engeland met 10 man. Strafschoppen moeten de beslissing brengen. Mick Jagger durft bijna niet te kijken. Engeland gaat ten onder, omdat Batty mist. Argentinië is kwartfinalist en stuit nu op Nederland. Y sabemos que nos ha tocado la llave bastante difícil. Octavos de final con Inglaterra, creo que el octavo más difícil. Y uno de los cuartos de final también más difícil junto a Francia e Italia. Oranje krijgt in La Turbie bezoek van Prins Albert van Monaco. Hij heeft een cadeautje meegenomen voor Patrick Kluivert. Kluivert heeft iets te vieren. Vandaag 22 geworden. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Goeie champagne. Mooi tussendoor. En wanneer gaat hij ontkurkt worden? Vandaag. Oranje zit bij de beste 8. De spelers ogen ontspannen, maar het begint nu toch te kriebelen. Het grote doel komt dichterbij. Het gevoel nu is dat het nog maar 3 wedstrijden zijn. Dat het maar 3 wedstrijden zijn ook. En dat je dus gewoon 3 keer gewoon dood moet vallen op het veld na de wedstrijd. De Argentijnse voetballers hebben zich verschanst. Iedereen wordt op grote afstand gehouden. Geen interviews en op de training is ook niemand welkom. Argentinië, een grote favoriet voor de wereldtitel. Opponent van Oranje, blakend van zelfvertrouwen. Ja, Argentijnen die voelden zich toch superieur, niet echt. Maar die hadden toch het gevoel van, nou, wij gaan dit jaar naar de finale en die manifesteerde zich toch ook wel rondom voor die wedstrijd van Op wat voor manier? Ja, dat voel je. Dat werd ook in de pers zo gebracht van Nederland respect natuurlijk. Altijd de gebruikelijke clichés. Ik heb respect voor pom. Maar je had er tussendoor voelde je toch iets van ja, Nederland zetten we opzij. En dat was een van de mooiste, denk ik. De mooiste wedstrijd die we gespeeld hebben. De teksten van het legioen zijn onveranderd. Het optimisme ook. Zelfs nu de tegenstander Argentinië is.
Het is 20 jaar geleden dat Argentinië Nederland versloeg in de finale van het wereldkampioenschap in Buenos Aires. Het velodroom is weer een zee van oranje. Clarence Seedorf speelt niet in de basis. Patrick Kluivert wel, voor het eerst na zijn rode kaart tegen België. De spanning is groot, ook bij Guus Hiddink. Jong, Kluivert. Kluivert, Bergkamp. Heeft Cocu achter zich. Kluivert. Cocu. De kans, de eerste kans van de wedstrijd, de paal. Kluivert. En een corner voor Nederland. Maar het had zoveel mooier kunnen zijn. Bergkamp. Goed blok van Sensini. De Boer. Twee man kwijt. Een hele goede aanval. Kluivert 1-0. Schitterende aanval. Fantastische aanval van Nederland. Doelpunt Kluivert. Nog geen kwartier gespeeld. En de Argentijnse verdediging wordt open gescheurd. Schitterend meegegeven met het hoofd door Bergkamp. En de kans op waarde geschat door de spits. Reiziger. Hele breedte van het veld. Elke meter gras wordt door Nederland benut. Numan, misverstandje. Overtreding, Numan tegen Ortega. Geel voor Numan. Veron. Kan van heel ver komen. Veron. Komt net niet meer aan de bal. Het is dat hij maar schoen maar 42 heeft. Met maatje 46 zijn we de klos. Bergkamp. Maar het was wel even schrikken. Zoals Veron zich een weg baande door de Nederlandse verdediging. En daar komen ze weer. En het is geen buitenspel. En Lopez maakt 1-1. Daar komen ze weer. Twee keer binnen een minuut. Veel verwijtende gebaren worden door de spelers van het Nederlands elftal naar elkaar gemaakt. Maar het appel voor buitenspel is ten onrechte. Het is een goede goal van Claudio Lopez. 1-1. Goed half uur gespeeld. De Boer. Kluivert, Davids, Davids. Geweldige knal, met moeite gekeerd door Roa. Veron. Ortega. Van der Sar was kansloos, maar de paal staat er. Wat dat betreft staan we gelijk. Allebei een bal op de paal. Jong. Buitenbeeld wordt Overmars opgelapt, klaargestoomd voor een invalbeurt. Overmars die al uit het trainingspak is. Nou ja, met deze warmte heb je ook je trainingspak nodig. Het weldra wordt Overmars als extra wapen toegevoegd aan de Nederlandse aanval. De Boer, Bergkamp. Geron. Was er nu Lopez aan de linkerkant, Batistuta aan de rechterkant. Hij heeft twee afspeelmogelijkheden. Batistuta, Batistuta! Oh! Oh! Nederland bepaalt de wedstrijd. Nederland dicteert het spel. Maar de beste kans in de tweede helft, een kans die hij zelden mist, is voor Gabriel Batistuta. Ondertussen is Ronald de Boer van het veld gegaan en Mark Overmars bezet vanaf nu de rechtervleugel. Overmars, voor de eerste keer trekt hij de sprint. En de bal komt op maat. Overmars. Ja, ja, Kluivert! 2, nee! Ik zag hem erin gaan.
Maar nu? Ook nu niet. Nu was het Stam. Reiziger. Grote stappen om de man heen. Maar dan de bal neergelegd voor Veron. Twee overtredingen achter elkaar. De eerste van Davids. De tweede van Numan. En die krijgt geel. En die had al geel. Dus rood. Rood voor Numan. Dat is Tuta. Zanetti. Ortega. Die moet je daar niet aan de bal hebben. Schot van Simeone. Zanetti. Weer Ortega. Gevaarlijk. Gevaarlijk. Oh, hij gaat zo makkelijk liggen. Hij gaat zo graag liggen. Hij doet de hele dag niet anders. En de scheidsrechter komt met een gele kaart en een rode kaart. Een rode kaart. Het is 10 tegen 10. Kijk, dat had de scheidsrechter goed ingeschat. Uitlokken van een penalty. Ja, die is raak. Daarom is die tweede gele kaart, en dat zal dan wel een rode direct geweest zijn. Geel voor het theater, rood voor de kopstoot tegen Van der Sar. De Boer. Er komt wel veel meer ruimte nu op het veld ineens. 10 tegen 10. Dat ligt het Nederlands voetbal wel. Denk eens aan die wedstrijd Oost-Duitsland. Lang geleden. Bergkamp. Bergkamp. 2-1. Naar de halve finale. Dan kan hij weer fout. Dennis Bergkamp. 10 tegen 10. En 2 tegen 1. Dennis Bergkamp schiet Nederland naar de halve finale. Want zo lang is het niet meer. Lang zat om ervan te genieten. Kijk. En geen enkele kans voor Roa. Wat een schitterend doelpunt. Jonk. Hij zat te kijken nog een keer op zijn klok. Het loopt toch wel. Het zal toch niet stilstaan. Het is voorbij. Nederland 2. Argentinië 1, Nederland in de halve finale. Ik zat niet echt lekker in de wedstrijd, maar fantastische paas van Frank moet ik zeggen hoor. Die zag het heel goed, die ruimte lag er weer. En ja, eerste contact was goed, tweede contact een beetje geluk, maar toen haalde ik gewoon uit. Ik denk, kijken wat er gebeurt. Nu Brazilië. Nu Brazilië, ja, laat de volgende maar komen. In het Stade de France is de kwartfinale Frankrijk-Italië. Zidane is terug. Penalty. Een andere grote favoriet, Italië, is uitgeschakeld. Duitsland, dat met de hakken over de sloot van Mexico won, speelt in de kwartfinales weer alles beter. Het wordt 3-0. Brazilië-Denemarken. Natuurlijk zijn de Brazilianen favoriet. Maar de Denen scoren in de tweede minuut. Brazilië komt wel terug, maar het gaat gelijk op. Nog twee wedstrijden van het grote doel. De zon straalt in La Turbie. Een bataljon camera's volgt de training van Oranje. De vogels fluiten. Een normale training. Bogarde traint hard. Hij zal debuteren in de basis omdat Numan geschorst is. Dan klinkt een ijzingwekkende schreeuw. Winston Bogarde wordt afgevoerd met een gebroken been. Een domper op alles. Ja, het is een hele grote domper. Kijk, op de fantastische prestatie die we neergezet hebben, is dit, vind ik, een domper. Natuurlijk voor hemzelf. En dan tweede voor het team. De Brazilianen trainen in Parijs. Brazilië is de wereldkampioen. Brazilië is al decennia lang een groot voetballand met steeds weer nieuwe wereldsterren. De jongste is Ronaldo, maar afgezien van een aantal mooie acties is Ronaldo nog niet de superstar van dit WK. De briljante vorm is er nog niet. Hij is licht geblesseerd. Ronaldo zag Nederland-Argentinië en hij is onder de indruk. Ik heb al gedacht, ja, maar
Nederland heeft beter gespeeld. Nederland heeft heel veel balbezit gehad, heel gretig gespeeld. Vind je het Nederlands elftal sterker dan een paar jaar geleden? Ik denk het wel. En jullie? Hoe gaat het met jou? Wij ook. Steeds sterker. Jullie worden nog steeds wereldkampioen? Hoop ik. Die hoop is er ook bij Oranje, maar de gezichten staan strak. Overmars is geblesseerd en zijn WK lijkt voorbij. Zende zal wel spelen. En de vraag is, wie moet er nu linksachter? Numan is geschorst en Bogarde ligt in een ziekenhuis in Amsterdam. Ik denk dat Cocu daar neerkomt omdat je toch tegen een team speelt die niet met een echte rechtsbuiten spelen. En Cocu kunt daar denk ik ook heel goed spelen als een beetje toch aan middenvelder op hem komt. Duizenden Brazilianen in Parijs die met de goddelijke Canaries zullen afdalen naar Marseille. Daar zijn duizenden Oranje-fans en er is niet voor iedereen plaats in het stadion. Degenen die wel met succes een kaartje hadden besteld, worden in het zicht van de haven nog eens stevig geplukt. Mensen hebben 120 gulden van tevoren betaald en moeten nu 295 gulden bijbetalen. Ja, maar dan in één keer 275 gulden, 95 gulden. Dat is drie keer over de kop gaat die dingen. Dat is toch te gek. Het is een ander vak. Een herhaling van de World Cup in Amerika. Toen een kwartfinale in Dallas. Nu een halve finale in Marseille. De belangen zijn enorm. De vriendschap is echt. Veel van de 22 spelers kennen elkaar. Nederland-Brazilië voor een plaats in de finale van het wereldkampioenschap voetbal. Heel dicht bij het grote doel. Kluivert. Bergkamp die iets van rechts speelt. Met een slim balletje over Taffarel. Davids. Jong. Nou loopt hij weer lekker. Nou zit er weer risico in de passing. Cocu. Zenden. Hard voor toe langs Kluivert. De beste aanval van Oranje tot nu toe. Nederland heeft Brazilië weer klem. Dringt de wereldkampioenen terug. Zenden achter C. Carlos vandaan. Zenden hard voor de goal langs. Ho, wat scheelde dat weinig. Met Ronald de Boer. De Brazilianen. Moment. Daar is dus dat moment waar we allemaal zo bang voor waren. Ronaldo. Hij is dus nog messcherp. Daar ontsnapt het Nederlands elftal. Zenden wordt vervangen door Van Hooijdonk. Rivaldo, links is de Nielsen, 3-3. Ronaldo loert alweer, daar is de actie van de Nielsen. En daar is Van der Sar. Jongen, 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 jongen. Kluivert scoort! Drie keer kopte hij over en naast en daar is hij. Ho, ho, wat een moment. En daar fluit de scheidsrechter voor het einde van twee keer 45 minuten. En dan gaan we verlengen. Met eventueel de golden goal. Onthoudt u dat. Ronaldo, daar is zo! Oh, dat was bijna de golden goal. Maar daar is Frank de Boer die Nederland. En dan fluit hij voor het einde. Strafschoppen moeten deze strijd beslissen. Tot Taffarel. Carlos Dunga tegen Edwin van der Sar. En hij zit. 4 voor de Brazilianen. 2 voor het Nederlands elftal. En nu mag Ronald de Boer niet meer missen. Deze moet er in elk geval in. Anders is het nu al afgelopen. En het is afgelopen! Je moet hem gewoon
je moet hem erin schieten en daar gaat het om. En dat is hem ik. Dus ja, kloot. Natuurlijk weet je dat het alle kanten op kan, maar als je hem zelf mist, dan is het zo'n opzettend kutgevoel gewoon. Als je derde kan worden op een WK is toch ook niet slecht. Je bent zo gefixeerd op die wereldtitel, dus dat hoogtepunt heb je niet gehad. Dus dan kan je ook niet echt spreken van het hoogtepunt, vind ik, als topsporter. En dus was het dieptepunt het missen van die laatste penalty? Ja, het dieptepunt is dat je niet de finale speelt. Ja, dat heeft dan... Wat gebeurde er op dat moment? Ja, maar dieptepunt is op dat moment in de beleving is dat... Als sporter is dat een drama. Het totaal zeg je van, hey, wat is het totaal waar je zelf niet zo beleefd hebt. Nederland heeft op kop gestaan. Ja, ik kom nu op veel plekken en dan krijg je nog steeds een hele grote waardering. Hoe Nederland zich gemanifesteerd heeft. Als klein land wordt dan beschouwd vanuit het buitenland. Maar zelf als sporter heb je van, hey, net niet, hoewel we heel dichtbij waren. Heel Frankrijk staat als één man achter Les Bleus voor de rest van Frankrijk. Platini juicht. Barthez gaat neer. Kroatië speelt om de derde plaats tegen Nederland. De oranje selectie vertrekt voor de laatste keer vanuit Nice. Voor de wedstrijd met die verschrikkelijke naam. De troostfinale. Parijs is gehaald. De trofee die ertoe doet, is onbereikbaar. Deze is, ja, leuk voor later. Wie herinnert zich de derde plaats over ik weet niet hoeveel jaar? Weet jij nog wie het 4 jaar geleden was? Dit Nederlands elftal gaat wel de wereld over. Maar vandaag is het anders dan in Toulouse, Marseille en Saint-Étienne. De echte felheid is er niet. Dit is de troostfinale. Het is 1-1. Ja, ja. Nederland verliest deze wedstrijd met 2-1 van Kroatië. Kroatië gaat de bronzen medaille straks ophalen. Het Nederlands elftal verlaat met een nederlaag dit toernooi dat verder in grote lijnen toch een heel goed toernooi was. De vierde plaats voor Oranje. En Platini schudt Hiddink bijna verontschuldigend de hand. Binnen staan de Bobo's en premier Kok. Hij kan nog glimlachen. Fantastisch. Bedankt voor alles, hè, en succes verder. Vierde plaats is ook een mooie plaats. De laatste wedstrijd was moeilijk, omdat je zo dicht bij die finale zat in Brazilië. En daarna naar Parijs in het andere stadion. Ja, dat het... Dan kun je zeggen van ja, dat is flauwekul, dat het heel moeilijk is. Je voelt altijd spanning voor een wedstrijd, een goede spanning. Ook bij die wedstrijd? Nee, dat is anders. Dat is totaal anders. Dat zal iedereen die loopt leeg. Ja, die beroepshalve daarmee te maken, dat zal ook met pers geweest zijn. Je beleeft dat toch anders en dan kun je heel kunstmatig die zaak proberen op te fokken. Dat doe je ook en dat probeer je ook. Maar dat vonkje wat normaal nodig is, ja, dat, ook Kroatië had dat niet hoor, want wij zij kwamen dan door Šuker op twee goals, kwamen ze dus voor. Ja, maar ook dat, die hadden ook niet de vonk, maar die kwamen dus door één specialist een goaltje voor. Ja. Die vonk zat daar niet in. En dan kun je zeggen, die moet kunstmatig opgefokt worden. Nou, dat lukte dus niet zoals dat moet eigenlijk. 1 maand en 1 dag na het vertrek keert Oranje terug. Het regent.
Guus Hiddink. Een paar dagen later begint hij als coach van Real Madrid. En Patrick Kluivert zal verhuizen van Milaan naar Barcelona. Vierde. Dus, kortom, samenvattend, de conclusie. Al met al, terugkijkend. Ja, we hebben een goed toernooi. Omdat Nederland natuurlijk ook een vrij gecompliceerd land is altijd. Iedereen heeft wat te zeggen, te mekkeren. En zowel intern als extern. Maar intern, voortreffelijk. Iedereen heeft het doel voor ogen gezien en heeft daar ook uitstekend voor gewerkt. Alleen je hebt altijd, denk ik, dat moet ook zo als topsporter, want uitstekend, maar uitstekend moet met hoofdletters geschreven worden. Dat hebben we net niet. Dat moet blijven. Ik vind ook dat moet blijven. Je kan niet zeggen van, oh, fantastisch. Het was, iedereen heeft er fantastisch van genoten, maar voor onszelf hadden we toch van, hey. Oh ja, er was ook nog een finale. Brazilië tegen Frankrijk, de droomfinale voor de organisatoren, met Ronaldo. Hij oogt heel relaxed, maar is niet in orde, zo zal hij na het WK vertellen. Er gebeurt iets geks op de dag van de finale. Ik ben andato a dormire un po', no? Che era un po' stanco, voleva riposare un po'. Quando mi sono alzato, c'era un po' di dolore nel corpo, mi sentiva proprio male. Sono andato a mangiare ancora una volta, a fare un lunch. Poi mi ha chiamato il dottore, mi ha detto che ho avuto quello problema, no? E mi ha detto che non potevo giocare. E io già ero incazzato perché mi aveva detto prima, no? Niente, voleva a tutto custo giocare. Ho chiesto se poteva fare esami prima della partita per giocare. Sono andato alla clinica, no? Ho fatto tutti gli esami. Ho fatto in tempo di arrivare in stadio e giocare. Zondag 12 juli, de finale. Zidane kan niet echt scoren. Ja, hij maakt wel eens een doelpunt, hij pakt wel eens een goal. Maar wat te denken van zo'n treffer uit een hoekschop? Zidane, Frankrijk op 1-0. 8 doelpunten in de eerste helft. 2 kopballen uit hoekschoppen. Helemaal niet meer stuk, want is dit niet een prachtig slot van de finale? Straks anderhalf uur feest in de...